Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen uit gelaten 5. Ja, toch ook een preek te houden net na Pinksteren. En ja, ik had het op mijn hart om een gedeelte uit gelaten 5 met jullie te behandelen. En de vraag te bespreken: wandel jij door de geest? Wandel jij door de geest. We gaan lezen, gelaten 5, vers 13. Tot en met hoofdstuk 6, vers 10. En daar luidt God zo'n feilbaar woord als volgt: Want u en jij bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoerarij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij toverij, in het Griek staat daar pharmakia, vijandschappen, ruzie, afgunst of jaloezie, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid of tweedracht, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, van dat wie zulke dingen doen of wel blijven doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, ofwel integriteit, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, Laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders en zusters, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt of in zonde valt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt... Draagt de kans lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand driegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. En dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat hij die onderwezen wordt in, het, in alle goede dingen delen. Met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis oosten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oosten. En laten we niet moe worden goed te doen. Want de zijne tijd zullen we oosten als we het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. We zullen nog kort bidden. Heren hemelse Vader, we hebben net met elkaar het lied gezongen, laat ons Christus zien. En dat is mijn verlangen, heren, ook in de prediking van vanmorgen. Dat de Heer Jezus zal oplichten door de verkondiging van het woord. Vader, het is toch uw verlangen, het verlangen van de Heilige Geest, om de Heer Jezus in het centrum van ons leven te plaatsen. Dat alles in ons leven draait om Hem. Heren, wilt u me helpen in het spreken? Geef, heren, dat het geef ons eerlijk maken genade. ...het te meer op Christus doet zien. Op Zijn genade. En op Zijn geest, die in ons wil werken en in ons wil wonen. Heren, wilt u ons open harten geven en zegen ons zo deze morgen in Jezus' naam. Amen. Goed, broeders en zusters. We gaan met elkaar nadenken over een vraag. Wandel jij door de geest? En we gaan eerst met elkaar kijken wat dat nou eigenlijk betekent: wandelen door de geest. Nou, vervolgens gaan we zien dat daar een dagelijkse bekering nodig is. En dat lezen we in vers 19 tot 22. Er moet de werken van het vlees moeten verdwijnen uit ons leven. En de vrucht van de Geest moet daarvoor in de plaats komen. Dat heeft alles te maken met bekering, het afleggen van het oude, het aandoen van het nieuwe. En dan gaan we met elkaar tenslotte nog een ogenblik kijken naar het goede nieuws. Er is hoop. De versen 24 tot en met 26. Er is hoop, omdat wij door het geloof mogen weten het eigendom van Christus te zijn. En zijn geest die woont in ons en wil ons geven wat nodig is voor onze wandel met de Heer. Nou, wandel jij door de geest? Dat is de vraag waar we over nadenken. Ja, wie is de Mol? Wie is de Mol? Misschien heb je wel eens gehoord van dat programma. We hebben zelf thuis geen televisie. Ik heb wel eens een keer een programma ervan gezien, alweer jaren geleden. Maar Wie is de Mol? Dat is een televisieprogramma waar een aantal mensen in teamverband opdrachten moeten uitvoeren. Vaak ergens in het buitenland, op mooie locaties. Maar één van de personen die meedoet in dat spel. Is van tevoren aangewezen om de boel te saboteren: te liegen en te bedriegen. En men weet dikwijls niet tot aan het eind wie de mol is. Iedereen zou het kunnen zijn. En elke keer valt er één af. En uiteindelijk nou ja, zijn er twee die overblijven: één winnaar en een verliezer. Maar nou ja, de winnaar die weet dan de mol aan te wijzen. Nou, zo heb je in de politiewereld ook wel in zijn mol. Uh, dat, dat wordt zo genoemd in de spionageterminologie. Daar is een mol, was in 2017 is daar een politiemol geweest, hij heet Mark M. Hij is opgepakt en die man die had zich helemaal in een netwerk, ja, moet ik zeggen, erin uh, ge geïnfiltreerd. En op een gegeven moment werd hij overgeplaatst, maar zijn ze ze vergeten zijn inloggegevens voor een bepaald informatiesysteem niet te blokkeren. En zodoende kon hij op grote schaal in dat systeem komen en kon hij allerlei gevoelige informatie te pakken krijgen en doorsturen aan criminelen. Die politiemol die verkocht alles. Door en de politie, die erkende later dat ze grote fouten hadden gemaakt. En toen zeiden ze dit: Rotte appels komen in elke organisatie voor. De politie helaas niet uitgezonderd. De rotste appels sinds tijden hebben wij nu gepakt. De affaire maakt duidelijk dat de politie nog veel doortastender moet ingrijpen. Wie is de mol? Ja, wie is de mol in het leven van de christen? Wie is de mol in jouw leven? Weet je, dat ben jij zelf. Jouw zelfleven, jouw ego, jouw begeerte van het vlees, zo zullen we straks zien, is jouw grootste vijand. Die ontmaskerd moet worden, die overwonnen moet worden. Zoals die politiemol, Mark M, uiteindelijk ontmaskerd is. opgepakt is en overwonnen. Zo hebben wij te maken in het christenleven met een mol. die heel ondergrondelijk is. Die diep in ons bestaan misschien is doorgedrongen. die ons leven kan bepalen. Maar hij moet door de Heilige Geest ontmaskerd worden in ons leven. Dat is het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Om de verdorvenheid, de corruptheid van de begeerte van het vlees te leren kennen. Zodat je met Paulus zal zeggen: Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Ja, dat hoort erbij bij het christenleven. Dat hoort erbij. Dat hoor je vandaag de dag niet veel meer in de evangelische kringen. Die, die, die noodzaak tot zelfkennis. Die als het goed is, altijd weer leidt tot Christuskennis. Een diepere kennis van Gods genade. Ja, wie is de mol? Die rotte appel in ons leven is ons vlees. Waar we soms ontzettend veel last van kunnen hebben. Maar nou, vanmorgen gaan we daar met elkaar over nadenken. Dat wat het nou betekent hè, dat Gods geest ons daarin ontdekt. En hoe we nou leren wandelen door de geest zodat wij in overwinning over die mol komen, over dat zondige vlees. Want dat is mogelijk. Dat betekent eigenlijk Pinksteren. Natuurlijk, Pinksteren betekent het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En, 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 het, en de boodschap van het Evangelie is over de hele wereld gegaan. Er He, zit dus het is iets in van de verbreiding van dat. De... Maar ja, als we het heel persoonlijk gaan maken, Pinksteren dan betekent dat eigenlijk, hoe kan ik in overwinning komen over de begeerten van het vlees? Want er staat hier in vers 16, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerten van het vlees niet of wel nooit volbrengen. Nou, Paulus die heeft een brief geschreven aan de gemeente van Gelaat. En uh, hij beschrijft in de eerste hoofdstukken dat het evangelie niet begrepen wordt. Het evangelie is verdraaid. Ze hebben een Christus-plus geleerd. Je, moet, ja, ja, je, moet, uh, ja, je hebt hier Jezus nodig, maar je hebt ook heel veel wetjes en regeltjes nodig om uiteindelijk God te pleasen. En dan zet Paulus het mes erin en hij zegt: van, Dit is niet de evangelieboodschap die ik jullie verkondigd heb. En dan komt hij in gelaten 4 vers 19. Komt hij eigenlijk bij de kern uit? Als hij samen gaat vatten in gelaten 4 vers 19. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus in u gestalte krijgt. Kijk, dat is pinksteren. Dat is pinksteren. Kijk, Paulus die zegt, ik ben als een vrouw, als een moeder die een kind krijgt, in barensnood geweest. Nou, dat kost pijn, moeite, strijd. Dat gaat niet vanzelf. Dat zullen de oudsten ook ervaren in het leidinggeven van een gemeente. Het gaat niet vanzelf. Er zijn constant weer problemen. Er zijn constant weer kleine brandjes die geblust moeten worden. We zijn mensen die in relaties leven. En het gaat niet vanzelf: de gemeente geestelijk laten groeien. Toch is dit Gods verlangen, ook van de Reformatorische Gemeente in Urk, dat Christus in ons midden gestalte krijgt. Laat ons Christus zien in uw, jou en mijn leven. Ja, heer, dat is ons verlangen. Dat is het verlangen van God met pinksteren om in mensen te komen wonen. Ongelooflijk, hè. Een heilige God die in een onheilige zondaren komt wonen, woning komt maken. Waar al het vuil en de vuilnis en de rottigheid en die rotte appel, dat dat weggaat uit ons leven. En dat daar het leven, de vrucht van de geest, zichtbaar wordt. Nou, zo'n leven, gemeente, jonge lui, zo'n leven is geen benauwd leven. Ik ben zo eigenlijk wel een beetje opgevoed, hè? dat ja, een kind van God. Ja, dat is een nauw leven. Ja, het is wel een nauw leven, maar geen benauwd leven. Het is dicht leven bij de Heer Jezus. Maar we hebben gehoord, tot die vrucht van de geest behoort blijdschap. En vreugde, een rivier, een fontein vol van blijdschap. Ja, als al die rottigheid verdwijnt uit ons leven en de geest gaat erin komen, nou, dan geeft dat een ongekende vreugde. Dus het is geen benauwd leven. En Paulus beschrijft het zelfs als, ja, maar het is een leven in vrijheid. Dat is een ware vrijheid. Sta dan vast. In de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Broeders en zusters, toen we tot geloof zijn gekomen, wij zijn tot vrijheid bevrijd. Ik moet niet meer door de wet proberen bij God in een goed blaadje te komen om gerechtigheid te bewerken. Nee, het verlossingswerk van Christus heeft me laten zien dat ik door het eenvoudige geloofsvertrouwen zalig kan worden. Wat een vrijheid! Dat wat ik niet meer kan bewerken vanuit het vlees, dat ik niet meer mezelf kan opwerken naar de hemel, nee, dat is onmogelijk. Dat heeft God van boven naar beneden voor ons bewerkstelligd door dat ene bloedige offer aan het kruis. Nou ja, als je iets van die vrijheid gaat ervaren, ja, dat, is, dat is vreugde. Maar, nou zegt Paulus erbij, lees met me mee in vers 13. Want u bent tot vrijheid groepen, broeders en zusters, alleen niet tot zodanige vrijheid. Dat je lekker je eigen pleziertjes kan blijven doen, dat je lekker in het vlees kan blijven doorleven. Nee. Dien elkaar door de liefde. Je gaat oog krijgen voor de ander, je gaat, je gaat een ander dienen, je gaat elkaar dienen door zelf opofferende liefde. Nou, gemeente, dat is nou een, een van mijn grootste zorgen van de gemeente van Jezus Christus in Nederland. We hebben van de week met Job van Beken, met Leander Janssen, we met z'n drieën hebben nog weer een dag, een brainstormdag gehad. van, ja, van waar, waar staan we nu? Wat zien we in het land? En wat we zien is dat we in een tijd leven dat er zoveel Christenen zijn, maar ook zoveel Christenen gewoon het prima vinden om in zonde door te leven. Ik wil het vanmorgen toch even zeggen, maar vandaag de dag zijn daar gemeentes die leren de open-armen-theologie. Iedereen is welkom. We hebben een heel mooi lied gezongen. Hè? Welkom in Gods huis. Maar dan vervolgens dan zeggen ze: ja, maar wij gaan niet oordelen en we gaan ook niet veroordelen. Dus ja, als jij gewoon vindt dat homoseksualiteit geen zonde is, nou ja, dan, dan moet Gods geestje er zelf maar op een gegeven moment aan ontdekken. En dan kunnen mensen in het leiderschap en de mensen kunnen aan het avondmaal. En dat zien we allemaal gebeuren bij een gemeente als Mozaïek in Veenendaal, waar heel christelijk Nederland naar luistert. Geen probleem. Ja, is zonde dan nog zonde? Ja, Paulus die zegt, ja zeker, christelijke vrijheid, maar geen aanleiding om in de werken van het vlees door te leven. Nou, dat staat er nog heel duidelijk wat die werken van het vlees zijn. Paulus die waarschuwt voor een losbandige interpretatie van de vrijheid. God heeft ons bevrijd om vervolgens heilig te leven tot Gods eer. En om liefdevol de anderen te dienen. Nou, in vers 16 tot en met 25, waar we vanmorgen over nadenken, maakt Paulus duidelijk. Dat deze, dat deze vrij, de vrijheid, hè, dat, dit, dat het alleen maar werkelijkheid kan worden door de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben die volle Pinksterzegen nodig om verlost te worden van die rotte appel. Van die begeerte van het vlees. Van die mol in ons leven. Wij hebben dagelijks de kracht van de Heilige Geest nodig. En de vraag is, hè, wat heb jij er nou van ervaren de laatste week na Pinksteren? Wees nou gewoon eens eerlijk. We hebben vorige week het Pinksterfeest gevierd. We zijn inmiddels weer een week verder. Hoe is die kracht in jou en mijn leven zichtbaar geworden? Hoe bewust heb ik de afgelopen week met lege handen naar de hemel gekeken... en gezegd, o God, ik red het niet, help mij. Ik begeleid nu momenteel een jongen... Een jonge man die al twintig jaar op en neer worstelt met een cocaïneverslaving. En de laatste half jaar is het elke week mis. Elke week. Maar nu heeft hij een week, hij heeft een keuze gemaakt voor de Heer. Nu heeft hij een week in overwinning geleefd. En hij heeft vanmorgen een app gestuurd. Kan je vanavond komen bidden? Want ik ziet zo op tegen de week die voor me ligt. De verleidingen zijn groot en de trek en de drang is zo groot. Bid met mij. Een stukje bewustwording. Ik kan het niet. Hebt u zo de afgelopen week tot God gebeden? In uw strijd met de werken van het vlees? Waar is de kracht van de geest in onze dagen? Hoe komt het dat wij met dezelfde dingen worstelen als waar de wereld mee worstelt? Terwijl wij een geweldige boodschap hebben van de inwoning van de Heilige Geest. Is dat niet misschien dan ook de boodschap van vanmorgen, wat ook broeder Ariel zei? Hebben we de Heilige Geest ontvangen toen we tot geloof kwamen? Of zijn wij ons er onvoldoende van bewust wat Gods Geest in ons wil bewerkstelligen? Kijk, die gelaten die waren weer teruggevallen. Die waren weer teruggevallen tot een geloof gebaseerd op goede werken. En weet je, broeders en zusters, ik denk misschien, er zijn er velen die hier eens ook laten dopen. En, en dan kan je vol vreugde zijn. Maar weet je, door het dopen, door onderdompeling, raak je niet verlost van die mol. Je raakt niet, je raakt niet in één keer verlost van die rotte appel. Dan zou iedereen wel onder water willen gaan. Het nee, is dus een zichtbaar beeld. Wat er gebeurt is natuurlijk met de oude mensen dat het opstaan in een nieuw leven. Maar, 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 maar op een gegeven moment kan je na zo'n periode, kan je op een gegeven moment zo ineens weer terugvallen en dat je weer uit je oude vaatje gaat tappen. Hè? Dat je toch weer probeert in eigen kracht het leven van Jezus te kopiëren. En dat is mis. Dat is mis. Wij moeten leren de dood te schrijven op ons zelfleven. Op de begeerte van het vlees. Dus die doodere onderdompeling, dat wil zeggen. Afgesneden van het leven. Je gaat in dat watergraf. Maar die oude mens, die moet je daar ook laten. Je moet jezelf voor dood houden. Voor die begeerte van het vlees. Elke keer weer de dood erop schrijven. Om het volledig van boven te verwachten. Dat is de boodschap die Paulus ook vanmorgen aan ons wil geven. De vrucht van de geest, die krijgt in ons gestalte, doordat wij hongerig en dorstig zijn naar de vervulling met de geest, het verlangen om te wandelen door de geest. Nou, Johannes, die had dat al gezegd, hè? Johannes, die had het gehoord van de heer Jezus, die heeft het opgeschreven, Johannes 15, vers 5, zonder mij kunt u niets doen. Zullen we dat van de komende week eens meenemen? Zullen we daar eens veel op, op herkouwen, op die woorden? Zonder mij kunt u niets doen. Iets doen? Nee, niets doen. Heren, ik heb u nodig. He, zoals dat lied van Chris Tomlin, Lord, I need you. Of dat Johan de Heer lied, hè? He. Ieder uur, ieder ogenblik steun ik op u. Heren, ik heb u nodig. Nou, dat is wat Paulus hier eigenlijk beschrijft. In vers 16 spreekt hij over: wandel door de geest. In vers 18 zegt hij: als u echter door de geest geleid wordt. En in vers 25 spreekt hij over: als we door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Dus het gaat over het belang van de Heilige Geest. Een leven onder beheer van de geest. Nou, dat is geen praatje voor turbochristenen, voor Pinkster en charismatische christenen. Het lijkt wel alsof reformatorische mensen denken, ja, maar de Heilige Geest dat is voor eh, daarbij de morgenster. Nee, maar daar hebben wij niet nodig. Nee, wij hebben net zo keihard de Heilige Geest nodig. Er hoeven geen Pinkster of charismatisch christen voor te zijn. Het is ook niet zo dat ze zeggen, ja, het is alleen voor de getrouwde. Nee, het is ook voor de single. Het is voor werkende mensen, werkeloze mensen, voor tieners, voor gepensioneerden. Elke gelovige moet leren wandelen door de geest. En dat is geen optie. Dat is geen optie, maar dat is een roeping voor een ieder die wedergeboren is. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Dus ja, wij moeten voortdurend wandelen door de geest. Nou, dat woordje wandelen in het Grieks, peripateten, dat betekent je bewegen in een bepaalde richting. Nou, de leerlingen van Aristoteles, een filosoof, die werden de peripathetics genoemd. Dat Griekse woord werd ervoor gebruikt. Dat betekent, zij hadden een verlangen om in hun levenswijze in alles op hun leraar te lijken. En hun leraar na te volgen. Nou, dat is eigenlijk onze roeping, hè. Dat wij in alles de leraar van de gerechtigheid, dat we in alles de leermeester, Gods Geest, willen volgen en gehoorzamen. Zoals Hij dat in het woord aan ons heeft voorgehouden. Nou, wat betekent dat nou heel praktisch? Dat betekent dat wij verlost willen worden van ons egocentrische leven. En dat we verlangen om in alles God te pleasen, God te behagen. Dus dat is een, 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 dat, is, dat is een way of life, een manier van leven. waarin wij een verlangen hebben om Gods wil te leren kennen. maar ook zijn wil te gehoorzamen. zodat God verheerlijkt wordt, God blij wordt van onze levenswandel. Omdat wij niet langer een leven willen leven wat op onszelf gericht is. Nou, dat wandelen, dat betekent niet dat we niets hoeven te doen. Hè? Wij zijn toch, sommigen van ons zijn echt reformatorisch opgevoed van ja, maar. Een mens kan niks God moeten doen. Nee, dit is een leven, dat wandelen door de geest, dat is een leven waar wij niet passief in blijven. Wij zijn er volledig bij betrokken. Ik vind dat zo mooi ook in die woorden van Filipensen 2, vers 12 en 13. Hè, waar staat: werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Nou, er is werk aan de winkel. Werkt u zelfzaligheid met vrees en beven? Het gaat daar niet over rechtvaardiging. Het gaat daar over heiliging. Over discipelschap. Maar dan de belofte. Het is God die het in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehaag. Dus ja, het is een wonderlijke samenwerking van de gelovigen van Gods kind samen met de heilige geest. Openstaan voor ontdekking, voor voor leiding, voor Gods perspectief op bepaalde zaken. En tegelijkertijd bidden om kracht om het vervolgens ook in de praktijk te brengen. En dat wordt een levensstijl. Dat moet een gewoonte worden, van ogenblik tot ogenblik. Hè? Want dat woord wandel door de geest, dat staat in de tegenwoordige, voortdurende tijd. Dat kan eigenlijk geen dag. Uh, ja, voorbij gaan eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk voortdurend in pas blijven met de Heilige Geest. Nou ja, samenvattend zou je kunnen zeggen. Het betekent je hele leven onder controle brengen van de Heilige Geest. Dat is het eigenlijk. Onder beheer brengen van Gods Geest. In je werk, thuis, je vrije tijd, je wil, verstand en emoties, je plannen, je ideeën. Alles samen met de here doen. Nou, als we dat doen. Ja, dan zullen we de begeerten. Dan wordt er afgerekend met die mol in ons leven. Dan zal die rotte appel die zal minder worden. Die zal steeds meer verdwijnen uit ons leven. Nou, wat is het leven volgens de begeerte van het vlees? Er staat hier. En u zult de begeerten van het vlees niet of nooit volbrengen. Nou, dat is eigenlijk, dat staat hier ook. Hè? In vers 17, het staat tegenover elkaar. Het staat radicaal tegenover de geest. Dus het is eigenlijk het leven volgens de normen van de wereld, van Satan, tegenover de normen die God geeft in zijn woord. Wat jij wilt, ingeblazen door de boze, en wat God wilt. Van nature willen wij op de troon zitten. Willen we de teugels in handen houden. Willen we ons eigen leventje bepalen. Maar nu we nieuwe schepping zijn. En Gods geest inwonend hebben ontvangen. Is daar een nieuw verlangen gekomen. Is er een verlangen gekomen om te zeggen: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is zo bevrijdend: dat God je wil verlossen van je egoïstische leventje, egocentrisch gedrag. Onafhankelijkheid. Gebrek aan zelfbeheersing. Afhankelijk van uiterlijke religie en rituelen. in plaats van afhankelijk zijn van de dieperliggende geestelijke werkelijkheid. En het vasthouden aan de schaduw. in plaats van het feit dat ze hun vervulling in Christus hebben gevonden. Weet je, als je werkelijk tot geestelijke vrijheid komt. dan ga je ook zien dat religie en allerlei mens bedachte rituelen soms een sta in de weg kunnen zijn om God te dienen en soms kan je daar je Christus van maken van religie. Nee, God's Geest gaat ons laten ervaren dat Christus de diepste vervulling wordt in ons leven. Het gaat om Hem. Hij alleen kan mijn emotionele behoeften, mijn geestelijke behoeften vervullen wat religie niet kan doen. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Waarom? Omdat ik een nieuwe natuur heb ontvangen. Weet u dat? Het is vanavond vanmorgen maar weer herhaling van dingen die u misschien vaker hebt gehoord, hè? maar moet je luisteren wat, wat Peter zegt tot de vreemdelingen in de verstrooiing. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen. Aan de goddelijke natuur. Nadat nou, u het verderf. dat er door de begeerte in de wereld is. ontvlucht bent. Als je gedood bent. heb je naar de gemeente en de wereld laten zien. dat je ontvlucht bent. aan deze tegenwoordige wereld. Daar wil je niks meer mee te maken hebben. Maar je hebt de goddelijke natuur gekregen. op het moment dat je tot geloof kwam, Goddelijke DNA. een krachtbron in je. Daarom een nieuwe schepping? Nou, daarom nog weer opnieuw die vraag. Hè. Is het nou echt pinkster geworden al in je leven? Heb jij de Heilige Geest inwonend ontvangen? Die innerlijke krachtbron die jou in staat stelt. om te leven zoals God het van je vraagt. Nou, daar is geen neutraal gebied. Zo van, ja. Ik. Uh, ik, zie wel alle, ik, ik, ik wil het eigenlijk allebei tegelijk. Nou, dat kan toch eigenlijk niet? Hè? Als je door de Geest gelijk wordt, kan je niet gelijk je vlees tegelijkertijd je vlees bevredigen. Je kunt niet bidden en tegelijk naar seksueel oranje dingen kijken. Dus dat betekent dat, dat het niet genoeg is dat Gods geest inwonend. In ons is, we hebben ook de verantwoordelijkheid, en dat vind ik heel belangrijk vanmorgen: dat woord. De verantwoordelijkheid om daadwerkelijk in de kracht van de geest te wandelen. Ik ben daarbij betrokken. Ik moet keuzes maken. Ik moet mijn prioriteiten helder hebben. Nou, hoe moet je dan dealen met zonde in je leven? Hoe moet je dan dealen met die begeerte van het vlees? Nou, dat is opnieuw realiseren. Wat is er aan het kruis gebeurd? Zichtbaar in de doop. De onderdompeling ook, hè, dat je zegt: ja, ik ben met Christus gekruisigd. Mijn oude mens is begraven in het watergraf. Ik ben opgestaan in een nieuw leven. En daarom moet ik vanaf de dag dat ik tot geloof ben gekomen, nee zeggen tegen de werken van het vlees. En ja zeggen openstaan voor Gods geest. Dat is niet vertrouwen op eigen kracht. Symbolisch de lege handen. Heer, ik kan niets doen. Ik heb lege handen, bevlekte handen, vuile handen. En dat is met lege handen opkijken naar boven en zeggen: Heer, het zal toch echt bij u vandaan moeten komen. Ik kan mijn leven niet veranderen. Ik mis de kracht daartoe. Maar ik dank u, het is Pinkster geweest, Heer. Nou wil ik dicht bij uw woord blijven en nou wil ik het helemaal van u verwachten. Dus wat zou je dan kunnen zeggen? Nou, het is het ontwikkelen van een geest van afhankelijkheid. Pure afhankelijkheid. Jouw hand leggen in de hand van je hemelse vader en zeggen: Heere, leid, wees mijn gids door dit barre land. Zoals dat lied het zegt. Het is het ontwikkelen van een geest van gehoorzaamheid. Als Gods geest met je praat, om te breken met de werken van het vlees. En ik vind het moeilijk, dan ga ik worstelen met God in gebed. En inderdaad, dan doe ik een, als ik mijn trots afleg, dan doe ik een appje naar een broeder of een zuster. Bid voor mij, want ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar. Ik red het alleen niet. Bid voor mij. Kijk, uiteindelijk, broeders en zusters, is het een prachtige belofte. Hè? Maar ik zeg u, wandel door de geest. En als je dat doet, dan zal je zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Ja, dan ga je absoluut in overwinning over die mol, over die rotte appel leven. Ja, tegelijkertijd weet ik het. Ik raak daar nooit volledig van verlost, zolang ik hier op aarde ben. Die mol, die blijft altijd nog in enige mate in ons aanwezig, die gaat pas dood. Zodra ik sterf. Dan ben ik, voor deef, dan ben ik er definitief van verlost. Tegelijkertijd wil de Heer... dat wij in overwinning daarover leven. Wandel door de geest... en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nou, onze inwendige strijd is dus een burgeroorlog. Toch? Een guerrillaoorlog. Wij leven in oorlogsgebied. Ik vond het heel mooi dat Arie... Broeder Ari begon met die uh, zegen, groet uitgelaten 1 vers 4, dat God ons ontrukt heeft aan de tegenwoordige slechte wereld. Geloven we dat nog? Met alles wat er op het scherm naar ons toe komt, wat we in de maatschappij tegenkomen, wat er inderdaad ook al gezegd is. Hè, over, over de afgelopen weken hebben we een, uh, een samenkomst gehad van Bijbels over uh, Bijbels man zijn, vrouw zijn, transgenderisme, dat mensen... Geen man of vrouw meer zijn, het is verschrikkelijk. We leven in, in, in een boze wereld. Waar de fundamenten vergestoten worden. Maar ja, we kunnen wel in die boze wereld leven. En we kunnen daar wel heel erg naar wijzen. Maar ook in uw hart en in mijn hart is daar een burgeroorlog. Een strijd: een strijd, een guerrillaoorlog tussen vlees en geest. En Paulus, die beschrijft dat zo mooi. Hè, ook in Romeinen 7, die worsteling. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me weer bij. We zijn verwikkeld als christenen in een strijd. Petrus zegt, geliefde, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Oh, wat kan dat een geweldige strijd zijn. Maar ja, er is een oplossing voor die burgeroorlog. En die oplossing is Pinksteren. Die oplossing is de uitstorting van de heilige geest. Die oplossing is de inwoning van de heilige geest in uw hart. En wat gelooft u van Pinksteren? Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Gelooft u werkelijk dat daar een hemelse krachtbron is om een ander leven te leven? Zit, moeten we niet vanmorgen gewoon ons verontmoedigen voor de Heer en zeggen, heren? eigenlijk zijn we gewoon ongelovig, we zijn gewoon twijfelaars. We geloven gewoon niet dat God... Ons innerlijk zodanig kan aanpakken. dat we afscheid gaan nemen van die werken van het vlees. Hoe komt het dat we die strijd niet kunnen winnen in ons leven? Waarom is die verslaving zo weer bastig in uw of jouw leven? Het kruis leert ons dat we nee kunnen zeggen tegen zonde. Want we zijn met Christus gekruisigd en we zijn met Christus begraven. In het watergraf. En daarmee beleiden wij, heren. Ik moet mezelf doodhouden voor de zonde. Maar het kruis geeft mij geen kracht om een ander leven te leven. Dat moet je goed begrijpen. Daar is Pinkster voor nodig. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Het kruis geeft me wel de kracht om nee te zeggen tegen zonde. En tegen zondige verleidingen. Maar het geeft mij niet de kracht. om die vrucht van de geest. Tot ontplooiing te brengen. Dat komt van boven. Dat komt van de Heilige Geest. Nou, als we dan leven door de Geest, dan zijn we vrij van de wet. Dat wil ik verder laten rusten. Je zou eigenlijk het, dat woordje als met zins kunnen vertalen. Sinds u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Nee, als wij in het centrum van Gods wil zijn, is daar geen veroordeling. Dan zijn we in de wil van de Heeren. Kijk, en dan komt daar die dagelijkse bekering, omdat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dus dat betekent het oude, de rommel, de mol, die rotte appel, die werken van die rotte appel, die moeten eruit. En er moet iets moois voor in de plaats komen. Beschouw het als een tulp die in de knop zit en die moet dan mooi gaan bloeien. Het leven door de geest, de vrucht van de geest. Nou, hoe weet je nou vanmorgen of je door de geest wandelt? Hoe weet je dat? Ik heb jullie een vraag gesteld, hè. De vraag was vanmorgen, wandel jij door de geest? Nou, hoe weet je dat nou, of je door de geest wandelt? Nou ja, heel eenvoudig. Dat wordt zichtbaar in ons leven. Dat gaan we zien. Dat gaan we zien, hè, aan, aan, aan bekering. Dat wij niet langer door willen leven in dat oude leven... Dat wij afscheid willen nemen van die zonden die hier genoemd worden, die werken van het vlees. Dat we de berouw over krijgen. Dat vind ik ook een mooi woord, wat je ook niet veel meer hoort in de evangelische kring, hè? Maar het woordje berouw. Een innerlijke verslagenheid. Een, 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 het is meer dan ervan balen. Hoe weet je dat je door de geest geleid wordt? Nou, het wordt zichtbaar in je leven. Van buiten komt er uit wat er van binnen in je hart leeft. Het zal zichtbaar worden in een leven van bekering. En ja, dat zullen we zien in gelaten 6 vers 1. Dan kan er ook een broeder of een zuster een misstap maken in zijn leven. Maar dan zal het ons als gemeenteleden duidelijk worden hoe wij zo'n persoon helpen en opvangen. Dat is ook iets van de geest. Omdat we zelf weten, zegt gelaten 6 vers 1, dat we van genade leven. Als genade echt genade wordt in je leven, dan kan je boven niemand verheffen. Dan ga je naast die broeder of zuster zitten en dan zeg je: Kom op, steek in. Dan ga ik je helpen om ook in overwinning te leven. Dat je ook weer op, je leven op de rit kan krijgen. Als genade echt genade wordt, kan je boven niemand verheffen. Want dan ken je iets van die rotte appel, van die mol in je eigen leven. Nou. Die werken van het vlees. Er zijn eigenlijk vier categorieën die hier genoemd worden. En het is heel opmerkelijk dat Jezus zo'n zondere gister altijd begint met seksuele zonden. Paulus ook in de brieven die hij schrijft. Altijd gaat het weer over die, ja, die, die neiging om juist ja, ook weer, um, hoe moet ik het zeggen, een andere vrouw of man aantrekkelijk te vinden. Overspel, hoerarij, porneia, onreinheid, losbandigheid. Seksuele zonden, maar ook religieuze zonden. Afgoderij, toverij hè, en afwijkingen in de leer. Religieuze zonden, zonden die alles te maken hebben met, met, met het dienen van God, maar ook relationele zonden. Jaloezie, ruzie maken, woedeuitbarstingen, uh, gedachten van moord. En dan tenslotte ook de zondige pleziertjes. Hè? Dronkenschap, zwelgpartijen. Leven voor je dikke ik. Vier categorieën die hij hier noemt. Samenvattend, een leven dat op zichzelf gericht is. En ja, het, is eigenlijk, het staat zo radicaal tegenover de vrucht van de geest. Nou, wat zegt Paulus erover? Hij zegt: die zulke dingen doen, blijven doen zullen het koninkrijk van God niet beerven? Dat, dat is schokkend. Het gaat hier niet over dat wij een misstap kunnen begaan... en dat we ons weer daarvan kunnen bekeren. Het gaat hier over, willens en wetens... toch erin blijven volharden. Geen leedwezen, geen verdriet, geen berouw daarover te hebben. Dan zegt de Heer, verootmoedig je. Het zal blijken of wij we werkelijk een kind van God zijn... Of wij daar berouw over krijgen. Terugkeren naar de Heer. Ons verootmoedigen voor Hem. Waar geloof leidt altijd tot een vernieuwd leven. in berouw en verootmoediging. Nou, daartegenover, hè. Dus je komt tot geloof. Je wordt een nieuwe schepping. Je ontvangt de Heilige Geest. Die gaat van binnen die mol ontdekken. Ontmaskeren. Hij laat licht vallen over al die zwarte dingen in ons leven. We gaan ons ervan bekeren, we gaan ons voor de Heer beleiden. We gaan ons verootmoedigen, we gaan ervan wegdraaien. En soms dan, 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 dan hou je het vol en dan val je weer, maar je staat weer op. Zo is de toopformulier, of een van die formulieren zegt, als we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we niet aan Gods genade vertwijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. Opstaan. Daaruit zal blijken dat we de geest hebben ontvangen. We staan opnieuw op. Ook al zijn we honderd keer gevallen, we staan opnieuw op. En daar komt ook het verlangen dan naar het nieuwe. Van boven, de vrucht van de geest. Die negenvoudige vrucht. Enkelvoud. Het is één vrucht. En dat, dat komt voort uit de liefde. Het staat, de liefde staat voorop. Dat is als het ware, als je, als je die negen eromheen zou scharen, het, het hart is de liefde omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort, ja, verandert ons hele leven. Die zelfopofferende liefde die zorgt ervoor dat, dat, ja, dat Christus in ons zichtbaar wordt. Want eigenlijk is dit het leven van Jezus. Hè? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn negen goddelijke eigenschappen. Het is niets anders dan het karakter van onze heiland. De gezindheid van de heer Jezus. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Kijk, dat is Pinkster, broeders en zusters. Ik hoop dat u het vanmorgen mag zien. Pinkster betekent, laat die gezindheid van Christus ook in u zijn. Laat die liefde van God uw harten vervullen. Oh, wat zal de reformatorische baptistengemeente aantrekkelijk worden voor de wereld... als die gezindheid in overvloed onder ons zal toenemen. Dan krijgen we aantrekkingskracht. Dat maakt ons aantrekkelijk, aanstekelijk... als dit leven de vrucht van de geest door ons heen zichtbaar zal worden naar de wereld om ons heen. Nou ja... De liefde, ik heb het gezegd, de blijdschap. De vreugde dat we door genade gered zijn. He, dat we, er staat in Nehemia 8 vers 11, want de blijdschap van de Heer is uw sterkte. Oh, een christen is blij. Het is geen benauwd leven. Het is een leven van blijdschap, maar ook die innerlijke vrede. Die innerlijke rust en kalmte die in God aanwezig is, is ook in jou. Dan ben je niet meer zo ongedurig en gehaast. Sommige mensen zijn zo opgefokt en gestrest. Dat is niet van de Geest. De Geest geeft vrede, shalom, geduld. Je komt innerlijk tot rust in de Heer Jezus. Zijn liefde vervult je hart. Je wordt vriendelijk voor de mensen om je heen. Je bent welwillend. Goedheid betekent welwillendheid. Je bent gul. Je bent op, altijd op zoek wat goed is voor de ander. Je bent trouw. Je bent oprecht. Geen ellebogenwerk zoals de wereld. Om zelf maar in een betere plaatsje te komen. Nee, je bent zachtmoedig, verdraagzaam bereid om de minste plek in te nemen. Zelfbeheersing, zelfcontrole, een gedisciplineerd leven. Ik merk dat ik dat nog steeds een uitdaging vind: een gedisciplineerd leven. Ik hou van een stukje vrijheid. Maar daardoor kan je soms je prioriteiten even uit het oog verliezen. Het heeft iets moois. Maar een gedisciplineerd leven betekent ook. op tijd naar bed gaan. op tijd opstaan. samen met de heren zijn. je stille tijd houden. je, ja, je, je ego. je, 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 je vleeselijke leven je onder controle krijgen. Zelfbeheersing. In allerlei opzichten. Nou, hoe krijgt dat nou praktisch gestalte? Nou, daar wil ik nog een beetje mee. Afronden, dan gaan we afsluiten. Maar het krijgt heel praktisch gestalte. Dat leven door de geest, die vrucht van de geest, dat wordt zichtbaar. Ja, het, is, het fundament is door genade alleen. Ik word gered door genade alleen. En hoe wordt het dan zichtbaar? Nou, dat ik oog krijg voor de ander in je huwelijk. Hoe vaak draait het toch in ons huwelijk niet op onszelf? Dat we heel erg met onszelf bezig zijn. Nee, er staat hier in hoofdstuk 5, vers 14, maar dien elkaar door de liefde. In vers 26 laten we geen mensen met eigen dunk zijn, elkaar niet uitdagen en benijden, dus je krijgt oog voor de ander. Ik kan niet meer als wilde dieren met mijn partner vechten, met mijn man of vrouw vechten, vers 15. He, want, maar als u elkaar bijt en verslindt. Dan verteren je elkaar. Hoe vaak kan het nog niet gebeuren dat we toch als man en vrouw, als collega's, toch te veel aan het strijden zijn? Als wilde dieren staat er letterlijk met elkaar vechten. En als je met elkaar vecht, dan is het uiteindelijk doodsheid. Het brengt de dood. Dat is het, de werken van het vlees. Nee, ik, heb een nieuw, ik ben een nieuwe schepping. Ik heb. ...de krachtbron van de geest ontvangen... ...en dan krijg ik ook voor de ander... ...ik krijg ook voor degene... ...ik heb het al gezegd... ...die kwetsbaar is... Vers, ...hoofdstuk 6 vers 1... ...even heel belangrijk... ...lees met me mee... ...als iemand in de gemeente... ...onverwachts... ...verrassing staat er... ...verrast wordt... ...door enige overtreding... ...door een zonde... ...door een struikeling... ...ja wat moet je dan doen... ...zo iemand op zijn kop geven... Onderuit schoppen? Nee, als je geestelijk bent. als je die vrucht van de geest in je hebt. dan zal je zo iemand weer terugbrengen. Terechtbrengen. En weet je wat eraan gebruikt wordt voor. in het Griekse woord? Dat is een net. Nou, jullie weten dat als vissers. Een net wat op zee kapot is gegaan. Ja, je kan geen vis meer vangen. Je kan niet meer vruchtbaar zijn voor anderen. Als je misstappen gaat. ja, dan, dan is je net kapot. Dan kan je als het ware geen vrucht, geen vis meer ophalen. Nou, die moet weer gerepareerd worden. En daar hebben we kaver nodig. Maar hoe dan? In een geest van vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Kom op, hoe kan ik je helpen? Waar kan ik je ondersteunen? Niet vanuit de hoogte, maar vanuit de genade. En houd intussen uzelf in het oog. Met verzoeking en verleiding. Morgen kunnen wij onderuit gaan, als we niet dicht bij de heer Jezus blijven. Dus zo iemand help je vanuit genade, vanuit het diepe besef. Ik leef ook van genade. En als Gods geest zich weerhoudt van mij, als Gods geest zich terugtrekt, dan ben ik ook tot alle dingen in staat, tot die werken van het vlees in staat. Ik besef, ik ben ook afhankelijk van genade. Nou, als lasten in de gemeente. En vervullen we de liefdeswet van Christus? Zo mooi hè. De gemeente waar genade is. Daar wordt scherp gepreekt. Daar wordt zonde zonde genoemd. Maar er wordt genade ook als genade gepredikt. Om schouder aan schouder te strijden. En die mollen in ons leven, die rotte appels in ons leven te overwinnen. En dat alles met de heer Jezus centraal te stellen. Paulus die zegt, ik wens niets anders dan te roemen in het kruis van de heer Jezus Christus. Nou daar sluit ik mee af. Met dat laatste puntje. We moeten elke dag onszelf het goede nieuws verkondigen. Elke dag hebben wij dat goede nieuws nodig. Het Evangelie nodig. Wat is het Evangelie? Vers 24. Maar wie van Christus zijn? O heren, wat een wonder. Ik ben het eigendom van Christus. Dat als ik val en faal, dan weet ik dat er staat in de Bijbel dat ik een voorspraak bij de Vader heb. Jezus Christus, de rechtvaardigheid, bid voor mij. Ik heb een, een hoge priester in de hemel die voor me bidt. Ik ben zijn eigendom. Ik ben in zijn beide halmpalmen gegraveerd. Wat een wonder, hè? Het ligt vast bij God. Dat goed omgeboren ben. Als je niet wederom geboren bent... dan roep ik je vandaag op, kom tot Christus. Maar als je een christen bent, dan mag je weten... dan mag je het evangelie verkondigen. O Here, ik ben uw eigendom. Ik, ik weet dat ik voor uw rekening mag liggen. En daarom heb ik het vlees en mijn hartstochten en begeerten... Hou ik voor gekruisigd. Wat er staat in vers 25: als we door de Geest leven, laten we ook door de Geest wandelen. Ik bezit de Heilige Geest. Ik mag leven in die voortdurende bewustheid. Gods Geest woont in mij. Nou, dat zou ik u mee willen geven voor de komende week. Als u nou opstaat uit bed. Neem nou eens even tijd en zeg. Heer, ik dank u dat ik mag weten uw eigendom te zijn. En ik dank u, heren, dat ik ook mag weten dat uw geest in mij woont. De inwoning van de Heilige Geest. Pinksteren is het geweest in mijn leven, heren. Dat goede nieuws, dat mag ik mezelf verkondigen. En weet je, Jay Adams die zegt: succes of falen in die interne oorlog van ons hart hangt af van het feit of een christen de hulp van de Heilige Geest inroept. Om de overwinning in onze veldslagen van allerlei aard te behalen, is het noodzakelijk dat we een beroep doen op de kracht van de Heilige